Welkom allemaal. Mijn naam is Ulk Kerriets. Ik ben een van de sprekers voor SkyWorld Community in Nederland. En daarnaast ben ik ook een van de personen die deel uitmaken van de communicatiegroep. En met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland. Het milieu, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Op dit moment is het klimaat en het milieu, dat zijn hot items. En wereldwijd worden er eigenlijk pogingen getracht om uitvindingen te doen, dan wel iets te ontwikkelen dat eigenlijk goed is voor onze aarde, dat het klimaat kan beheersen en dat eigenlijk ervoor kan zorgen dat wij nog vele jaren van onze aardbol kunnen blijven genieten in de vorm zoals we dat nu hebben. We hebben dagelijks te maken met de opwarming van de aarde en daarin hebben we ook dagelijks te maken met situaties die we tegenkomen en hoe we daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Zoals jullie hier zien, zien jullie een stukje tekst waarin wordt aangegeven wat er eigenlijk op dit moment gebeurt. En voor welke uitdaging we met z'n allen, kort gezegd, staan. Ik zie helaas dat één sheet is versprongen, dus ik moet even terug. Dat maakt mijn verhaal wat makkelijker. Excuus. Ja. Je ziet hier eigenlijk rechts van het scherm een aantal foto's. Dat zijn foto's door de eeuw heen. Je ziet een stoomtrein. Dan zie je een aantal elektrische treinen. En daarin zie je eigenlijk ook al evaluatie. Alleen al deze innovatieve doorontwikkelingen of ontwikkelingen van product op product zijn goed, maar zijn nog niet waar het eigenlijk naartoe zou kunnen. Hier zie je dat als je naar de foto kijkt, is het ook een beetje nieuw, dus ik moet nog een beetje wennen, dus excuus. Ik zal soms wat stotteren. Ik zal dat binnen de perken proberen te houden. Maar je ziet hier eigenlijk, als je onder kijkt, dat in ieder geval dat er al iemand 40 jaar ongeveer bezig is om die uitvinding te doen zoals die nu is. En daar ga ik zo meteen op terugkomen. Dit is Anatoly Yunitskiy. Dit is de uitvinder van Yunitskiy String Technologies. En voorheen is dat Skyway. Ik zal het in deze webinar ook Yunitskiy String Technologies blijven noemen, omdat de naam Skyway enkel is verbonden aan Anatoly Yunitskiy zelf. En inmiddels heeft het bedrijf op verschillende niveaus de naam ook daadwerkelijk al doorgevoerd van Skyway naar Yunitskiy String Technologies. Hier zien we een aantal afbeeldingen van Anatoly Yunitskiy. En daar zie je eigenlijk dat hij al heel lang bezig is met zijn uitvinding. En hij is ooit begonnen om de uitvinding heel simpel te verwezenlijken door letterlijk een truck op een rails te zetten. En vanuit dat stuk is hij eigenlijk door gaan ontwikkelen. Dit zijn een aantal medailles, gegevens die Anatoly Yunitskiy in die loop der jaren heeft weten te bereiken. Voor sommigen is het een grote onbekende, maar zeker in de Russische Federatie is het de grootheid en heeft daarom ook al verschillende awards en medailles, dan wel uitvindingen op zijn naam toegeschreven gekregen in de loop der jaren. Dit is in ieder geval al een klein stukje uitleg van waar we zo meteen naartoe gaan. Dit is ook nog een stukje wat terugkomt op het milieuaspect. En als jullie op de foto rechts van het beeldscherm kijken, dan zie je de eerste constructie van het innovatieve transportsysteem van Yunitskiy al op jullie beeldscherm. Dit zijn een aantal modellen die in de loop der jaren door Yunitskiy en zijn team engineers zijn ontworpen. En daarin zien jullie een aantal fotomodellen en een aantal 3D-modellen. De fotomodellen zijn daadwerkelijke modellen die al reeds bestaan. En sommige modellen die lijken op een foto, maar dat zijn alsnog 3D-modellen.
Wat kan Unitsky String Technologies bereiken? Een beter leefklimaat voor de dieren, dan wel ook voor de mensen. De CO2-reductie natuurlijk, of de opwarming van onze aarde, zoveel mogelijk proberen te reduceren. Op deze sheet zien jullie, de foto linksboven, dat er eigenlijk al in een vroegere periode iets is ontworpen om het transport op het tweede niveau te krijgen. Maar dat is eigenlijk in de loop der jaren ook alweer naar de achtergrond verdwenen. En je ziet op de foto's beneden op beeldscherm, zowel links als rechts beneden, wat het eigenlijk op dit moment is, hoe druk het op sommige plaatsen is. Wij zijn natuurlijk als mens behoorlijk volhardend en om zoveel maanden, dan wel jaren, hebben wij ook af en toe wel eens te maken met kleine milieurampen. Die deels natuurlijk voortkomen uit helaas maar de opwarming van de aarde. Op deze foto zien jullie een stukje weg waar zand overheen is komen te liggen. En ik zeg altijd tegen iedereen, wij mensen willen eigenlijk de natuur zo goed mogelijk kunnen beheersen, dan wel bedwingen. Maar de wegen waren er niet. En wij mensen hebben dan wel vaak de neiging om toch een weg te plaatsen daar waar het helaas maar niet altijd gaat. Als je op de foto's beneden kijkt, zowel rechts als links, zien jullie al een eerste opzet wat lijkt op dat van Unitsky String Technologies. Dat is het overigens niet. Maar dit zijn bestaande tracks. Eentje in Duitsland en eentje in China. Dit zijn een aantal kabeltracks. En wat heel belangrijk is om te weten, is dat Unitsky String Technologies niet te vergelijken is met een huidige kabelbaan. Een huidige kabelbaan wordt vanaf twee punten boven en beneden getrokken. En de motor die in het innovatieve transportsysteem van Unitsky zit, is een eigen uniek ontwerp. Hier zien jullie een aantal, twee afbeeldingen in ieder geval, van de Unica U4 430. T1 en een T3. De een is een 1-sectie, de ander is een 3-sectie. Dat zijn bestaande foto's die zijn genomen op het Ecotechnopark. Rechts beneden zien jullie een 3D-tekening van de Unitruck. Dit model wordt op dit moment ook op het Ecotechnopark in Wit-Rusland getest. Dit zijn een aantal doorsneden van hoe ons aardoppervlak eruit ziet en wat er eigenlijk voor nodig is om een huidig spoornetwerk, dan wel een wegennetwerk, te plaatsen. En als je goed op de foto kijkt, de plaatjes kijkt, dan zie je boven de bergen met een stukje water, met dalen. En vervolgens moet dat geëgaliseerd worden. En dan zie je eigenlijk al dat er een aantal dieren gigantische in de knel komen. Dit is diezelfde doorsnede van de spoorconstructie in dit geval. En dan zie je eigenlijk dat de fundering die vaak onder de grond ligt, vele malen meer ruimte in beslag neemt dan dat wij eigenlijk zelf in de gaten hebben. Als je dat vergelijkt met het transportsysteem van Unitsky, dat is eigenlijk wat je hier op de onderste doorsnede ziet, met de vier palen, dan zie je dat het eigenlijk niet nodig is om de grond te egaliseren. Dat er eigenlijk maar een heel klein gedeelte nodig is om de constructie te plaatsen, waarbij je eigenlijk een besparing van het aardoppervlak blijft houden. Dit zijn ook een aantal doorsneden. En hier zie je een aantal palen met erop de kabel. En de kabel wordt eigenlijk in de grond gespannen en dan tussen de palen zelf gespannen. Op het moment dat de kabel tussen alle palen op spanning zit, dan wordt het eerste gedeelte wordt weggehaald en daar kan een station voor in de plaats komen, waarbij dan de kabel wordt doorgetrokken van het ene punt naar het andere punt.
Dit zijn ook nog een aantal foto's, waarvan één nog een keer een doorsnede van een kabel, hoe dat eruit ziet. En wat direct opvalt is dat de grond niet geëgaliseerd hoeft te worden en dat de natuur eigenlijk volledig intact kan blijven. En de producten die worden gebruikt voor de constructie van de kabels, dan wel de intermediate supports, of in dit geval de pilaren, dat is milieuvriendelijk. Op de foto in het blauw linksonder van het beeldscherm zie je een kleine tekening van een, ik noem het even in het Engels, ik kom niet op het Nederlands woord, excuus, maar het is een ontsporingssysteem. En dan zie je eigenlijk hoe veilig dat is, hoeveel elementen eraan verbonden zijn om de wagon op zijn plek te houden. De foto rechts van het beeldscherm is een doorsnede van een stringrail en dan zie je eigenlijk hoe dat er van binnen ongeveer uitziet. Welke materialen er worden gebruikt. Daar worden ook kabels mee getrokken voor de communicatie. En het bovenste gedeelte is natuurlijk waar de wielen van het desbetreffende model op rusten en gebruik van gaan maken om van A naar B te rijden. Dan wel ook de energie kunnen opwekken. Belasting op de spoorstructuur verminderen. Wat deze foto's goed laten zien is dat het innovatieve transportsysteem van Unitsky de mogelijkheid heeft om grote wagonnen te kunnen splitsen, waardoor er eigenlijk een betere belasting ontstaat dan dat je eigenlijk grote wagons van A naar B laat rijden, zoals de huidige treinen dat doen. Dat is voor de sporen, zeker hier in Nederland, dat is een belasting. Dit is een foto van een doorsnede van een gebouw. Zoals jullie misschien zelf ook al hebben gezien, staan er voor de toekomst op de planning lineaire cities. En een van de manieren om die hoge flatgebouwen met elkaar te verbinden, is door middel van het string technology, of het stringtransport van Unitsky. De bedoeling is dat het eigenlijk van het ene gebouw naar het andere gebouw gaat, door middel van verschillende spoorconstructies. De spoorconstructie die wat lager op de grond gebruikt zal worden, dat is een stijve spoorconstructie. En de spoorconstructie die echt tussen de pilaren in wordt gebruikt op hoogte, dat is een flexibele stringrail. Die kunnen ze straks ook gaan plaatsen met drones. Excuus. Met drones, zodat ze op moeilijk begaanbare gebieden toch kunnen gaan bouwen. Heel veel gebieden, voor heel veel gebieden is Unitsky String Technologies een ultieme uitkomst. Maar die zijn heel moeilijk begaanbaar met de huidige bouwconstructies en de mogelijkheden die er zijn. En op dit moment wordt er een drone getest die straks tot zeker 1000 kilo kan tillen. Waarbij ze dus ook de pilaren van A naar B kunnen verplaatsen en daarmee onbemand de moeilijk begaanbare bouwlocaties kunnen voorzien. Dit is een 3D, deels 3D animatie van een brug in, als ik het goed zie, even kijken. Daar zie ik nog een naam verkeerd staan, excuus. Maar het is een doorsnede van een brug en daar zie je eigenlijk aan de ene kant een huidige touw, of tenminste een brug, die hangt aan kabels. En daarlangs zie je het innovatieve transportsysteem van Unitsky. En wat direct opvalt is dat het innovatieve transportsysteem van Unitsky wederom minder ruimte in beslag neemt. En de afstand tussen de palen van Unitsky String Technologies kunnen ook nog eens een keer worden vergroot. Dus dit is een klein voorbeeld van wat er mogelijk is. Dit zijn een aantal plaatjes, in ieder geval drie plaatjes van de type stringrail. Waar ik net over sprak, zie je hier al een paar stijve stringrails, om het even simpel te houden, en de flexibel stringrail. En de flexibel stringrail is de onderste foto. Daarin zie je dat die in het midden een beetje doorbuigt. En de andere constructies zijn eigenlijk volledig stijver. En een van de middelste constructies, die zal straks ook gebruikt worden voor het testen voor de high-speed unibus. Dan zie je op de onderste foto
het motorwiel. De binnenkant is natuurlijk een groot geheim, maar van de buitenkant kun je een goede indruk krijgen hoe dat eruit ziet. Op de foto rechts van het scherm zie je een stringrail zoals die daadwerkelijk op het Eco Technopark staat. Dat is een klein gedeelte van dit geval, als ik het goed zie, de stijve stringrail. Op deze foto en tekst zie je dat de energie wordt opgewerkt door wrijving van staal op staal. Jullie zien op de foto ook een wiel, en dit is in dit geval het wiel van de high-speed unibus. Doordat de wrijving ontstaat, vanwege de snelheid die opwekt, ontstaat er natuurlijk ook energie. De energie wordt opgevangen in de accu's. En op het moment dat ze op een station zijn, kunnen ze deze energie ook weer afgeven. Dit is een vergelijkingssheet van een huidige auto en de high-speed unibus in dit geval. En je ziet eigenlijk op de sheet van de auto wat er voor wind ontstaat achter de auto zelf. Als je kijkt naar het ontwerp van de high-speed unibus, zie je eigenlijk dat de wind achter het model weer in een vlakke lijn op zijn plek komt. Daarbij de auto ontstaat er een gigantische windvlaag die voor een hele hoop verstoring kan zorgen. Dit is de high-speed unibus. Je ziet hier een plaatje. Dat is een animatie. En je ziet het originele model. Dat is het model dat op dit moment wordt getest op het Eco Technopark in Wit-Rusland. Dan zie je ook dat de high-speed unibus, zoals die op dit moment wordt getest, 6 personen kan vervoeren. En daarnaast zien jullie een foto van de unibus U4210. Dat is meer voor stedelijk gebruik. En die kan iets meer personen vervoeren. En die heeft een topsnelheid van 150 km per uur. Daar waar de high-speed unibus op dit moment een topsnelheid nog niet kan halen. Want daar is de baan te kort voor. Maar als de baan straks klaar is, dan moet die 500 km per uur kunnen halen. Dit is Anatoly Yunitskiy weer. En in de loop der jaren heeft hij een hele hoop patenten weten te krijgen voor de uitvindingen die hij heeft gedaan. En zeker voor Yunitskiy String Technologies, voorheen Skyway. Heeft hij een hele hoop patenten weten veilig te stellen, omdat de uitvinding die hij heeft gedaan zo uniek is dat hij ervan verzekerd wil zijn dat niemand er met zijn idee vandoor kan gaan. Dit is een klein gedeelte uit het boek van Anatoly Yunitskiy. Dat is een Russisch boek. Er is ook een Engelse versie van. Mocht je het interessant vinden, dan kun je dat op zijn site terugvinden. Dit zijn een aantal patenten die hij inmiddels heeft. Ook deze kun je terugvinden op de site www.yunitskiy.com. Daar staan een kleine greep uit de patenten die hij heeft. Er is ook nog een andere website. Dat is www.yunitskiy.engineer. Daar staan ook een aantal patenten op die hij in de loop der jaren heeft ontvangen. Dit zijn ook nog een aantal patenten, waaronder een certificaat van de Europese Unie. Dus ook de Europese Unie is op de hoogte van Yunitskiy String Technologies. Dit is nog een kleine greep uit het boek van Anatoly Yunitskiy. En je ziet hier eigenlijk een aantal huidige projecten die inmiddels zijn gerealiseerd, waaronder het ontwerp van, in ieder geval van de Unibus. Daaronder zie je ook nog een paar andere foto's. En dat staat nog op de planning, maar op dit moment is eigenlijk het meest belangrijke dat Yunitskiy String Technologies goed van de grond af komt. En daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Dit is de rolling stock. In het Nederlands zou het eigenlijk de rollende voorraad heten, maar goed, ik houd bij rolling stock. Linksboven zien jullie de Uniwind. Dat is een gondel voor 2 personen. Daaronder komt de Unibike. Deze hebben jullie al verschillende malen voorbij zien komen. Dit is het eerste model dat eind 2016
is getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dan komt de Unicar T1, dat is een één-sectie Unicar voor 6 personen. Daaronder zien jullie de Unicar U4 430 T3. Daar kunnen 18 personen in, zoals die op dit moment op de foto staat weergegeven. Dan zien jullie rechtsboven de Unibus U4 210. Daar kunnen 10 tot 12, dan wel 14 personen in. Deze is inmiddels, wordt ook getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Rijdt daar ook. Eveneens als de Unicar U4 430 T1 en T3. Dan zien jullie de Unibus U4 220 T2. Ook deze rijdt op het Ecotechnopark, wordt daar ook getest. Daaronder zien jullie de Highspeed Unibus. En ook deze rijdt inmiddels nog niet op volle snelheid, maar rijdt inmiddels een baantje op en neer en wordt daar ook getest. Dit is de Unicont. Hier wachten natuurlijk een hele hoop mensen met smart op, waaronder ikzelf. De planning is dat medio mei dat die wordt getest in de Emiraten, dan wel Wit-Rusland. Dat is nog even een grote verrassing, maar de planning is dat die dit jaar in ieder geval in levende lijf op de baan komt. Dan zien jullie daaronder een foto van de Unicar. Dat is een enkele Unicar en zowel een dubbele. De dubbele is nog een animatie, ook die zal eraan komen. De enkele Unicar U4 Unicar U4 131 wordt op dit moment getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Daaronder zien jullie de Unitrans. Die maakt gebruik van dezelfde trek als de Unicar. En dat de Unitrans is eigenlijk een soort lopende band. En daar kunnen als voorbeeld kolen van een kolenmijn op een efficiënte manier van de kolenmijn bijvoorbeeld naar een havengebied worden getransporteerd. Zonder dat daar vrachtwagens voor hoeven rond te rijden door gebergte of moeilijk begaanbaar gebied. Wat veel levens kost, helaas maar. Linksonder is een grote verrassing. Deze heb ik in Wit-Rusland op het Ecotechnopark op het Ecofest in 2019 gezien. Ik weet niet welk model het is. Het is op basis, hij is wel op basis gemaakt van de Uniwind. Dus wat dit model gaat worden, dat zullen we vast in de komende maanden nog te horen en te zien gaan krijgen. Dit is een vergelijkingsfoto met het innovatieve transportsysteem van Unitsky en het huidige containervervoer. En dan zie je eigenlijk in vergelijking hoe zuinig dan wel goedkoop Unitsky String Technologies is in vergelijking met het huidige transport dat wij nu kennen, zoals vrachtwagens, schepen en treinen. Dit is nog een foto van het Ecotechnopark, waarop je de Unicar U4 430 T1 vanaf schuin onder kunt zien. Heel veel mensen stellen de vraag, wat gebeurt er nu als, als een van de modules pech onderweg krijgt? Dat was natuurlijk ook een vraag van mij persoonlijk. Dit is aan ons op het Ecofest in 2019 gedemonstreerd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben twee Unicars op de baan gezet. De eerste Unicar is naar het hoogste punt gereden. Is daar tot stilstand gebracht. En toen is er een andere Unicar naar de ene wagon gereden. En die heeft hem opgepikt. Dat was een vrij mooi proces om te zien. Ik heb dat ook zelf op privéfilmpjes. Maar je ziet eigenlijk dat op dat moment ervoor wordt gezorgd dat als er een module met pech onderweg komt te staan, dat er altijd een module paraat is om de ene module voor te duwen, dan wel terug te trekken naar het dichtstbijzijnde station, zodat mensen op een veilige manier kunnen uitstappen. Daarnaast zijn er nog tal van andere veiligheidsvoorzieningen aan boord van alle wagons, die er eigenlijk voor zorgen dat in welke situatie dan ook, dat mensen op een veilige manier toch eruit kunnen. Dit is weer een foto van het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dit is een originele foto en hierop zien jullie de Highspeed Unibus en de Unibus U4 220 T2.
Er zijn twee prioriteiten. De eerste is het passagiersvervoer en de andere is het containervervoer. Toen Unisci String Technologies een aantal jaren geleden daadwerkelijk begon met het ontwerpen en het testen, lag de vraag destijds iets meer op het gedeelte om passagiers van A naar B te vervoeren. Maar gaandeweg draaide de vraag van het passagiersvervoer ten opzichte van het vrachtvervoer. En ja, is de vraag eigenlijk voor het vrachtvervoer op dit moment iets groter. Dat is wereldwijd op elk gebied zo, dan het passagiersvervoer. Dat wil niet zeggen dat het passagiersvervoer op een lager pitje is komen te staan. Dat zeer zeker niet, want later dit jaar zal er ook een grote unibus van 25 personen worden gepresenteerd in de Emiraten. Dus deze twee lopen eigenlijk met elkaar synchroon. Maar de vraag voor het vrachtvervoer heeft iets meer prioriteit gekregen, om daar straks ook gewoon op een goede manier aan te kunnen voldoen. Dus die hebben een behoorlijke inhaalslag in de afgelopen jaren weten te maken. Het geluid. Veel mensen vragen zich ook af van, goh, maakt dat, wat is het daadwerkelijke geluid wat er uit zo'n module voorbij komt? Nou, uit eigen ervaring kan ik jullie vertellen dat op het moment dat een module het station daadwerkelijk verlaat, zul je hem niet horen. Op het moment dat hij op snelheid komt, dan is het geluidsniveau ongeveer 80 decibel. Dat is vele malen minder dan een trein van, in dit geval bijvoorbeeld van de NS of van de Belgische spoorwegen die voorbij komt, komt rijden. En dus eigenlijk is dat niet met elkaar te vergelijken, want de topsnelheid voor bijvoorbeeld van een high-speed unibus is 500 km per uur. Dus eer dat jij het geluid hebt kunnen waarnemen, is de module alweer heel veel metertjes van je vandaan. Hier zien jullie een foto van een ankersupport. Dat een ankersupport wil eigenlijk zeggen dat het is een station. In de afgelopen jaren hebben ze de huidige tracks op het Ecotechnopark in Wit-Rusland hebben ze gemoderniseerd. Spreek goed uit, gelukkig. En een van de dingen die ze hebben gedaan is ervoor zorgen dat de geluidsdempende onderdelen zijn aangebracht op de tracks. En ze hebben ook speciale aanpassingen gedaan om de energie nog beter op te kunnen vangen. Hier zien jullie een aantal foto's, waaronder een foto met passagiers en containervervoer op één rail. Dat is straks wat ook daadwerkelijk gaat gebeuren in de Emiraten. Daar zal ook op die manier op worden getest. In Wit-Rusland wordt er al op getest, zoals jullie een aantal foto's terug hebben kunnen zien. En wat direct weer opvalt is dat het transport zich bevindt op het tweede niveau, waardoor er eigenlijk veel meer ruimte ontstaat op het eerste niveau. Dat is eigenlijk het niveau waar wij zelf op lopen. Waardoor je dus een ruimtebesparing hebt waarbij je eigenlijk heel veel grond zou kunnen teruggeven aan de natuur. Dit zijn een aantal foto's van de InnoTrans in Berlijn. Toen de Highspeed Unibus daar werd gepresenteerd, was het eigenlijk een gigantische drukte. Dat is heel veel mensen konden zich niet voorstellen wat ze met hun eigen ogen zagen. Voor Unisci String Technologies was dat een gigantisch mooi succes. Waarbij ze de Highspeed Unibus ook goed hebben kunnen presenteren aan de rest van de wereld. Dit is nog een foto van het motorwiel. En je ziet eigenlijk hoe klein dat motorwiel is. In vergelijking met, als je het zou vergelijken met andere type motorwielen, dat kun je niet goed met elkaar vergelijken. Dit is het hoofdkantoor van Unisci String Technologies in Wit-Rusland. Onlangs hebben ze een nieuw kantoor geopend, omdat ze zo gigantisch aan het groeien zijn, voldeed het oudere gebouw niet meer aan de eisen die nodig zijn om als groot bedrijf internationaal op een goede manier te kunnen opereren. Dit is een foto van de fabriek. Dit is een iets oudere foto. Inmiddels is er een tweede hal bijgebouwd.
omdat de vraag voor productie ook aan het toenemen is. Dit is het Ecotechnopark. Linksboven zien jullie een kleine 3D-tekening van hoe het ongeveer zou worden. Dan zien jullie een grote oppervlakte. Het Ecotechnopark is een voormalig militair terrein geweest. En als jullie op de foto rechts beneden kijken, zien jullie hoe het op dit moment eruit ziet. Dit is een iets oudere foto. Op dit moment zijn er weer een aantal nieuwe lijnen in aanbouw. En als jullie, zoals jullie op de foto kunnen zien, zien jullie een heel groot meer. Bij dat meer is inmiddels ook een vakantiepark gerealiseerd. En het eerste commerciële traject wat vorig jaar op het online Ecofest event is aangekondigd, zal langs het Ecotechnopark naar het meer gaan. En het is de bedoeling dat dat traject toeristen van het beginpunt naar het vakantiepark zal transporteren. En dat is echt een recreatievisgelegenheid. Dus voor de visliefhebbers schijnt dat toch wel een hele mooie plek te zijn om tot rust te kunnen komen. Dit zijn ook nog een aantal foto's van het Ecotechnopark. Deze zijn genomen op het Ecofest. Dan zien jullie de Unicar aan de flexibel string hangen. En je ziet daar rechtsboven een foto van de Uniwind. En die werd op die dag ook aan ons tentoongesteld. Nog wat meer foto's. Je ziet ook een foto van de Unitruck. En als je goed kijkt, zie je boven de Unitrans. Dat is om het even simpel te houden, dat is dan de lopende band waarop de kolen van de mijn bijvoorbeeld naar de haven vervoerd kunnen worden. Dan zie je een foto van de Unibus U4 220T2, ofwel de Birail Unibus. En waarom heeft hij bijvoorbeeld de naam Birail gekregen? Dat is eigenlijk heel simpel zichtbaar. Hij hangt aan de volledige rail, de Unibus U4 210. Om het even te vergelijken, hangt bijvoorbeeld maar aan één rail. En dat is eigenlijk de meest simpele vergelijking die ik jullie nu kan geven. Dit is een foto van alle modules, bijna alle modules. Waarschijnlijk wel alle modules, maar niet, helaas niet allemaal zichtbaar. De meeste van ons kennen ze inmiddels. Het is een hele mooie foto waarop eigenlijk goed zichtbaar is wat er tot nu toe al gerealiseerd is. Dit is het innovatieve center R&D park in Shaya. Ik moet nog even wennen, want ook hier ben je geneigd om het oude te noemen. Maar ik moet het Unitsky String Technologies innovatief center R&D noemen. En je ziet hier een 3D-tekening van het park. Een 3D-tekening van in ieder geval van een aantal lijnen van het Ecohuis en van de eerste lijn. De laatst genoemde is inmiddels ook al reeds operationeel en ook al helemaal klaar. Dit is ook een 3D-tekening, een soort maquette. Dan zie je eigenlijk goed op hoe het ongeveer zou moeten worden. Dit zal het ook eigenlijk letterlijk gaan worden. Maar tot nu toe is alles volgens plan verlopen. En zijn de eerste gebouwen ook al daadwerkelijk gerealiseerd. Dit zijn foto's van de eerste meters van de Unicar U430T. En T staat eigenlijk voor Tropical Version. De modules worden getest op min 60. Tot plus 60. En in de Emiraten zullen ze natuurlijk te maken krijgen met aparte weersomstandigheden die niet gangbaar zijn voor de weersomstandigheden bij de Baltische staten zoals Rusland of het Europese klimaat zoals we dat hier in West-Europa hebben. Dus het is een hele mooie uitdaging voor Unitsky String Technologies om aan die vraag te kunnen voldoen. Inmiddels heeft deze Unicar ook al zijn meters gemaakt. En zal die later dit jaar ook gewoon volledig door de certificering heen komen. En zullen mensen zoals delegaties van overheden ook daadwerkelijk
met dit model kunnen, ja, kunnen rijden, zodat ze ook kunnen ervaren hoe het is om op een aparte manier van A naar B te kunnen gaan. Dit is ook weer een foto van het eco van het park in Sharjah. En dan zie je dat de Unicar zijn meters maakt en van het ene station naar het andere station rijdt. Dit is de aanbouw van een van de vier stations die straks nodig zijn om de Unicont en de Unibus te kunnen gaan testen die voor de Emiraten worden ontworpen. Inmiddels zijn alle pilaren van de eerste twee lijnen van 2,5 kilometer die staan. Het is nu wachten tot eigenlijk de stations klaar zijn, zodat straks ook de kabels tussen de pilaren gespannen kunnen worden. Dit zijn een aantal foto's van gebouwen die inmiddels al klaar zijn op het park in Sharjah. Het Ecohuis is het enigste houten huis in de Emiraten dat daadwerkelijk gebouwd heeft mogen worden vanwege de warmte. Is het in de Emiraten niet toegestaan om houten huizen te bouwen. Dus ze hebben een behoorlijke uitzondering gemaakt voor Unitsky String Technologies. Maar dat Ecodome is inmiddels bijna helemaal klaar. Dan zie je een ander gebouw. Dat is een gebouw waarbij de engineers werkzaamheden kunnen verrichten aan modules, dan wel onderdelen mocht dat nodig zijn. Op de foto linksonder zie je het eerste station, wat je net ook al deels zag, dat het iets verder in aanbouw is. En daarop kun je zien dat, dat er eigenlijk heel hard wordt gewerkt om dat op tijd klaar te krijgen. Dit zijn nog wat foto's van een kleine container die wordt getest. Dat zal de voorloper zijn op de grote Unicont. Deze container wordt getest op dezelfde baan als dat de Unicar tropische versie wordt getest. En die zien jullie op de rechterfoto. Dus het geeft eigenlijk weer dat ze nu op dit moment één baan gebruiken om zoveel mogelijk te testen, zowel passagiers als vrachtvervoer. Toekomst van Dubai. Op dit moment is Unitsky String Technologies nog veelvuldig in het nieuws in de Emiraten en maakt het ook deel uit van de toekomstvisie van Dubai 2040. Dat is onlangs een hele grote, heel groot festival van gelanceerd, waarop Unitsky String Technologies heel kort te zien was. Ik heb de video niet in deze presentatie, maar de video kunnen jullie onder andere terugvinden op de Facebookgroep of op YouTube. Als je op RTA Dubai zoekt, dan zien jullie op een gegeven moment een video met een titel Dubai Urban Masterplan 2040. En daarin kunnen jullie het fragment van Unitsky String Technologies terugvinden. Dit is ook nog een 3D tekening van hoe het er in de Emiraten uit zou kunnen zien. En wat weer opvalt is dat het transport van Unitsky String Technologies op het tweede niveau zich bevindt. Zodat de auto's op de weg eigenlijk geen hinder hebben van het transport als dat elkaar zou kruisen. Hoe ver staan ze nu? Dat is eigenlijk een vraag die voor heel veel mensen toch wel speelt. Ook een hele logische vraag. Nou, planningbouw Emiraten zoals aangegeven. Maken ze in Dubai uit van het Urban Masterplan. In Wit-Rusland zijn ze bezig met de voorbereidingen voor een bouw van 25 kilometer testtrek voor de high-speed Unibus. Die is nodig omdat de high-speed Unibus 10 kilometer nodig heeft om te accelereren, om op topsnelheid te komen. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid te blijven. En 5 kilometer is nodig om van 500 kilometer per uur op een goede manier tot stilstand te komen. Samenwerkingen met partners. De mensen in België zullen het bedrijf kennen. Bekaert
B-kaart. Ik hoop dat ik een van de twee goed uitspreek. Excuses in ieder geval. Maar die hebben onlangs staal geleverd aan Unitsky String Technologies. En die zullen dat in de nabije toekomst waarschijnlijk nog veelvuldig gaan doen. Dan zijn er nog een aantal andere bedrijven, waaronder een bedrijf uit Oostenrijk en een bedrijf uit Frankrijk, die Unitsky String Technologies voorzien van benodigdheden die het bedrijf nodig heeft om zijn eigen producten weer tot een beter niveau te krijgen. Waarom investeren in Skyway? Dat, ja, ik denk dat het voor iedereen voor de hand ligt. Het is een unieke kans. En ik kan alleen maar aangeven, het is een heel groot omvangrijk project. Wat echt de tijd nodig heeft om daar jezelf goed, goed in te lezen. Want het is een vrij uniek concept. Natuurlijk ligt de focus vooral op het transportgedeelte. Maar er is Unitsky zelf heeft onlangs ook een grondverbeteraar ontwikkeld, Uniterra, daar kun je ook op zoeken. En dat is eigenlijk een product wat in staat is om van onvruchtbare grond vruchtbare grond te maken. De voordelen, die spreken natuurlijk al deels voor zich. Het is vrij efficiënt. Meer ruimte voor natuur en mens. En eigenlijk zijn dat is eigenlijk een hele kleine greep uit de voordelen die er op dit moment zijn. Dit is een foto die is gemaakt met augmented reality. Die wilde ik eigenlijk met jullie delen. Ik maak persoonlijk gebruik van de applicatie AdvaHunter. En AdvaHunter is een applicatie die ons in staat stelt om het innovatieve transportsysteem van Unitsky te laten zien. Dus ik heb op dit moment ben op een locatie gaan staan, heb daar een foto gemaakt van een omgeving. En daarin, het resultaat is dan dit geworden. En op de foto zien jullie de Unica U4 T3, die aan de flexibele stringrail hangt. En het is goed zichtbaar hoe weinig ruimte eigenlijk dit transportsysteem in beslag neemt in vergelijking met het huidige wegennet. Je ziet een vrachtwagen op de achtergrond. Dit zou je natuurlijk ook straks met de Unicont hebben, waardoor je eigenlijk de passeringen van het aantal vrachtwagens op de weg drastisch kunt verminderen. Dit zijn nog een aantal foto's in augmented reality. Hier zien jullie bijvoorbeeld ook de Unicont in augmented reality. En je ziet hoe druk het op de doorgaande weg daar beneden is, maar eigenlijk hebben ze geen last van elkaar. De kracht van augmented reality is in zoverre dat je dus een aanpassing aan een omgeving kunt doen zonder dat je de omgeving ook daadwerkelijk aanpast, maar waarbij je wel het ultieme resultaat direct aan iedereen kunt laten zien. Dit zijn een aantal informatiesites die je kunt raadplegen. Mocht je informatie willen, dan is een van deze sites. Zijn eigenlijk al deze sites goed om rustig op te kijken. Er zijn nog een aantal andere sites. Die zal ik ook bij de volgende presentatie erbij zetten. Want ook die zijn zeer zeker de moeite waard. Die heb ik net ook al één genoemd. Ik zal er één nog in ieder geval herhalen. Dat is www.unitsky.engineer. Dat is zijn privé site of zijn persoonlijke site. En daarop kunnen jullie eigenlijk alles zien wat hij in de loop der jaren heeft ontwikkeld, heeft bereikt, waar hij mee bezig is, wat zijn visie is. Hij heeft ook een YouTube-kanaal, daar staan ook eigenlijk andere type video's op, dan dat je die zult tegenkomen bij de officiële Unitsky String Technologies websites. Dus het is op zich vrij interessant om daar toch eens rustig de tijd voor te nemen om die video's te bekijken. Ze zijn vrijwel allemaal in het Russisch, maar met YouTube kun je de ondertiteling veranderen in het Nederlands. Standaard zit er wel Engelse ondertiteling bij. Kan ik participeren? Iedereen kan natuurlijk participeren in het project. Dat staat iedereen vrij. Iedereen mag daar voor zichzelf een persoonlijke afweging in maken wat hij daarin al dan wel of niet zou willen.
Als we het kort samenvatten, dan is het eigenlijk een hele mooie kans waarop we iets terug kunnen geven aan, aan moeder natuur. Op een manier waarvan ik persoonlijk denk dat het in tegenstelling tot alle andere innovatieve ideeën, dat het idee van Unitsky String Technologies met alle grote ideeën die er nog aan gaan komen, die het bedrijf in de stilte ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld de Unitaire die ik eerder heb genoemd, dat het een hele grote kanshebber is en eigenlijk de beste kanshebber is. Nieuwe informatie. De beursgang is een vraag die redelijk veel terugkomt. Ik kan er heel kort antwoord op geven. Er is nog niks bekend over een eventuele beursgang. Laten we eerst met z'n allen het stageplan op een goede manier doorlopen. En daarna kijken wat, wat Unitsky String Technologies verder gaat doen. Er is op dit moment een hele mooie promotieactie gaande. Deze is beschikbaar in de back-office. Ik kan iedereen alleen maar adviseren om even de tijd te nemen om de informatie van de promotie goed door te lezen. Mochten jullie informatie of extra informatie willen over de promotieactie, dan kunnen jullie of Nettie Sommers bellen of mij, Earl Carriage, even contacteren. En dan zullen wij jullie, indien gewenst, iets meer informatie geven over de huidige promotieacties. Dit zijn onze telefoonnummers. Telefoonnummer van Nettie Sommers, telefoonnummer van Earl Carriage. Nogmaals, mochten jullie met vragen zitten over het account, technische vragen, hele praktische vragen, mocht je een keer de draad kwijt zijn over de voortgang over Unitsky String Technologies, waar ze nu staan. Wij zijn eigenlijk altijd beschikbaar om jullie op een zo goed mogelijke manier te kunnen helpen. Dus het staat jullie allemaal vrij om van ons aanbod gebruik te maken. Wij zijn er in ieder geval voor jullie. Ik ben hiermee aan het einde van mijn presentatie gekomen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aandacht. Hierbij wil ik jullie ook een hele fijne avond toewensen. En ik hoop jullie te zien op de eerstvolgende presentatie. Fijne avond. Dankjewel.